De kist met het stoffelijk overschot werd door de naaste familie in de koets geplaatst. Vanaf het atelier aan de Noorderhaven ging de stoet door het Noorderplantsoen. In de stoet reden drie Porsches, waarvan er één vorig jaar door Posma zelf werd beschilderd. Het was de laatste wens van de overleden schilder om kleurrijk afscheid te nemen. Gerrit was een Porsche-liefhebber en hij heeft vorig jaar een hele bijzondere, zeldzame Porsche mogen beschilderen. Een soort rijdend kunstwerk is dat geworden. En dat is wel heel leuk, had hij zelf heel leuk gevonden, denk ik, want hij was er apetrots op. Ja. Kleurrijk en groot, een groot afscheid met een groot gebaar. En, iedereen mag het weten en het moet mooi ook zijn, mooi en krachtig, zoals zijn werk. Posma, die werd geboren in het Friese Twijzelerheide, overleed afgelopen vrijdag. Hij kreeg bekendheid met zijn expressionistische schilderijen. Zijn werk werd in veel landen geëxposeerd. Gerrit wilde zelf herinnerd worden als kunstenaar. Want dat was hij ook. En niet meer dan dat vond hij zelf althans. Maar wij vonden Gerrit ook nog veel meer dan alleen een kunstenaar natuurlijk. Het was als een vriend. Ja. Later op de middag vond in Selwerd de uitvaartplechtigheid plaats. In het bijzijn van veel vrienden en bekenden.